Amsterdam kent vele festivals gedurende de zomer. En Jullie Dans is er één van. Het bestaat inmiddels al 17 jaar. En er zijn heel veel bekende gezelschappen die het afgelopen jaren in de Stad Schouwburg hebben gestaan. Zoals Wim van de Keibus, Anne-Theresa de Keersmaker en La 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 Human Steps. Naast me zit Luc van Eijk. En hij is programmeur van de Jullie Dans al sinds het begin, hè? Ja, klopt. Vanaf 91 dus. Hoe is Jullie Dans ontstaan? Jullie Dans is ontstaan als een stukje zomerprogrammering. Heel simpel, met drie groepen. En dat vonden we leuk. En toen dachten we, nou, dat gaan we nog een keer doen. En we hebben het wat groter gemaakt. En op een gegeven moment moest het ook een naam hebben. En toen hadden wij, nou ja, het is jullie en het is dans. Jullie Dans. En toen was het geboren dus. Ja. En het bestaat nu al inmiddels 17 jaar. Hoe verklaar je het succes daarachter? Ik denk dat het is een internationaal festival is, dus we programmeren voornamelijk voorstellingen uit het buitenland. En dat is Europa, Afrika, Azië. Een heleboel voorstellingen hebben toch een wat andere invalshoek dan de meeste Nederlandse hedendaagse dansvoorstellingen. Het gaat vaak toch wat meer vanuit de inhoud en wat minder vanuit de esthetiek. Waardoor de voorstellingen soms toch een ander gevoel, andere emotie geven dan wat je normaal in het seizoen gewend bent te zien. Oké, en kun je daar een voorbeeld van geven? Van zo'n voorstelling. De opening van vorig jaar was dat was ook een voorstelling die duidelijk bezig was met maatschappijkritiek. En waardoor de voorstelling zelfs ongemakkelijk wordt soms voor het publiek. Betekent dat dan heel lang zitten in het Schouwburg? Nee hoor, ik vind het zelf nog steeds een van de leukste festivals. Het is soms wat moeilijker de voorstelling, maar het is ook leuk. Het zijn zeer onderhoudende voorstellingen. Ik kan het je absoluut aanraden. Ja. Op de voorkant van het boekje staat een zilverreiger. Waarom hebben die voor een zilverreiger gekozen als beeltenis? Nou, we hebben dit jaar we hebben er ook over gepraat van hoe gaan we nou in het beeld van Jullie Dans, hoe gaan we dat naar buiten brengen? Zodat je ook een beetje weergeeft van wat de voorstelling betekent. Hè, waar de voorstellingen over gaan of waar ze zich mee bezighouden. Hoe laat je dat in je beeld zien? Nou, het is dus een zilverreiger die in eerste instantie een tamelijk esthetisch beeld. Het ziet er mooi uit, elegant. Als je nu wat beter kijkt, dan zie je dat er bloed van zijn snavel drukt. En onderaan bij zijn poten, dat vind ik ook aardig, die zijn niet te zien op de poster. Okay. Geen benen, dus in een dansfestival. Ligt ook een plasje bloed. En je kan je afvragen, heeft hij een kikker opgegeten of een kikker vermoord? Er is toch blijkbaar iets ongemakkelijks ook aan. En dat is ook waar het beeld op slaat. Er wringt iets. Er wringt iets, ja. Hoogtepunten van dit jaar zijn twee choreografen. Allereerst Sidi Larbi Shekawi en Akram Khan. Waar staan zij voor? Nou, dat zijn jonge choreografen die absoluut internationaal heel succesvol opereren. En het is ook interessant, het zijn jonge mensen. Ze gaan toch wel op een iets andere manier te werk. Sidi Larbi heeft is een tijd deel uitgemaakt van CDLAB. En dat is? Compagnie de la Belgique. Maar het gaat erom, dus een groep mensen die samenwerkt. Er zitten meerdere choreografen in. En ze praten ook met z'n allen over wat ze gaan maken. Volgens mij halen ze ook amateurs binnen, hè, in hun gezelschap. Dat kan. Ja, ik bedoel, ze experimenteren op allerlei manieren. Dus er worden iedereen. Ook vanuit het idee soms iedereen kan dansen. En dat levert soms hele leuke en interessante dingen op. Maar daarbij is Sidi Larbi zelf is natuurlijk een fantastische danser. En hij heeft een choreografie gemaakt, getiteld Myth. Ja. Myth inderdaad. En dat is de allernieuwste voorstelling. Het is de enige voorstelling uit het festival die ik niet gezien heb. Dat dus kun je nog niks over vertellen. Dat klopt ook, want hij gaat pas op 20 juni in première in Antwerpen. Maar het is iemand die we al jaren volgen, die ook al een aantal jaren in het festival gestaan heeft. Je weet wat voor kwaliteit zo iemand heeft. Weet je al wat voor ingrediënten de voorstelling heeft? Ja, het is. De dansers die in de voorstelling staan, die vertellen iets over hun eigen pijn, over hun eigen verleden. Dus hij heeft elke keer een danser genomen, daar is hij mee gaan werken. En vervolgens is er een nieuwe danser aan toegevoegd. En ik geloof dat er totaal 8 dansers meedoen. En zo langzaam is die voorstelling opgebouwd tot wat we hier gaan zien. Ja. Een ander hoogtepunt moet gaan worden een nieuwe choreografie van Akram Khan. Akram Khan is ook zo'n choreograaf die we al jaren, of een aantal jaren volgen. Is heel succesvol ook. Hij heeft pas ook opgetreden in het Holland Festival. Danst met enorme grootheden. De laatste voorstelling in het Holland Festival was met Sylvie Guillem.
wat echt een prachtige voorstelling ook was. Hij is ook een fabuleuze danser, Bengaals-Brits. Qua dans gevormd ook in de katak. En, ja, dat moet je even uitleggen, hè? Want het is Indiaanse dans, maar wat is katak? Dat is een Indiaanse dans, maar nou, niet echt folklore, maar met een enorm verleden en heel, heel verhalend, wat daar echt tot de traditie behoort. En hij weet dat toch, hij weet dat te vertalen naar hedendaagse dans. Dan is er verder nog een productie. Je hebt een paar Finse dans naar Nederland gehaald, moderne dans. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen, Finse dans? Nou, je moet je erbij voorstellen dat het een hele goede voorstelling is. Ik ga wel lekker inconsequent. Wij doen hedendaagse dans en bij het Finse Nationale Ballet denk je niet onmiddellijk aan hedendaagse dans. We hebben die voorstelling gezien. Die was zo fantastisch. Wij waren er zo van onder de indruk dat we dachten, nou, dan moet je ook gewoon, als je dus niet, dan moet je ook consequent blijven door inconsequent te kunnen zijn. En we hebben die voorstelling geboekt omdat die gewoon fantastisch was. En wat maakt hem zo fantastisch? Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Dans is iets wat je ook moet gaan kijken. Ik vond eigenlijk dat zeker nou, qua sfeer, maar ook qua de danseres steeg boven een normale moderne balletvoorstelling uit. Het was echt bijzonder om te zien. Je zat met ingehouden adem te kijken. Waar komt de meeste moderne dans vandaan? Het is altijd heel verbazingwekkend dat uit België, daar komt veel hedendaagse dans vandaan. Dus die zijn daar druk mee bezig, maar in een heleboel landen wordt er wel gedaan. Maar België is echt exceptioneel. Zoveel groepen die internationaal succes hebben. Dus en kun je dat verklaren? Nee, geen idee. Nee, ik denk dat die eerder eigenlijk misschien bezig zijn gegaan met minder vorm en meer met inhoud. Ja. Terwijl die traditie hier ook wat langer is volgehouden. Maar het kantelt wel op het ogenblik. Nu heb je ook een gezelschap gehaald uit Canada. Onder leiding van Dave Saint-Pierre. Een voorstelling met een hele mooie titel, die mag jij zeggen. Een peu de tendresse de bordel de merde. Het is een voorstelling met 16 naakte dansers en danseressen. Ja, ook. Ze kleden zich aan en uit. En het gaat over gevoel, het gaat over tederheid, compassie, al die dingen. En Dave Saint-Pierre is ook een jonge choreograaf en die is daarmee bezig en doet dat op een... Ja, dat is ook interessant bij de jonge choreografen. Ze doen vaak dat op een veel snellere manier. Het heeft veel meer een Zep-achtige cultuur. Het sluit ook veel beter aan bij jongeren van nu dan traditionelere choreografen. Ja. Ben je niet bang voor enigszins een beetje ophef dan? Toch naakt op het podium? Hij heeft hier 2 jaar geleden ook gestaan. En ik weet wel, ze vertelde mij dat bij de kassa werd in het begin wel eens gebeld. Want deze voorstelling, die voorstelling heette toen ook iets met pornografie. En dat werd gebeld, ja, die voorstelling met pornografie. Dus daar heeft wel iets, maar daar gaat het verder totaal niet om. Nee. Dus het is meer functioneel naakt dan sensatie? Ja. Er zijn nog een heleboel voorstellingen. Er is ook nog een hele avond in Paradiso, hè? Ja. I Like to Watch Too. I Like to Watch Too. Dat is geboren vanuit een voorstelling waar een jaar geleden, dat was de eerste keer dat we het deden. Dat was een voorstelling waar mannen in het begin als vrouwen gekleed dansen. Een soort travestie op dans. Je weet het niet. Je ziet het niet. Je komt daar of heel langzaam achter of eigenlijk niet. Ook halverwege dan gaan ze. Dan kleden ze zich nog een keer om als mannen. Maar dan zien ze eruit als vrouwen die verkleed zijn als mannen. En het ging dus een beetje. Het ging over gender. Hè, het ging over kijken naar of bekeken worden. En dat was een hele intrigerende voorstelling. Vandaar de titel I Like to Watch. Dat is vorig jaar gedaan, dat gebeurt dit jaar weer in Paradiso. Nou, volgens mij hebben we al een aantal dansvoorstellingen onder de loep genomen. Wil jij nog kijken van, nou, daar wil ik nog wel extra aandacht aan besteden? Nou, er is nog een nieuwe choreograaf, Nasser Martin Cousset. Die heeft een voorstelling dat gaat over macht en dit soort dingen. En dat plaatst hij dan in de driehoek Caesar, Marcus Antonius en Cleopatra. Er worden door de voorstelling heen ook filmbeelden getoond van Richard Burton en Elizabeth Taylor. Je hoort ook de stemmen, de dialogen en daar gaat het allemaal omheen. En dat vond ik zelf ook een hele interessante voorstelling om te zien. Ja. En het is niet alleen in de Stadsgouwburg te zien, hè, maar er doen ook andere theaters aan mee. Nee, het festival speelt zich af rondom het Leidseplein, het Paradiso, Melkweg, Bellevue. Een open podium op het plein.
Dat is ook in het Vondelpark. In het Vondelpark, ja. Ik wil nog wel heel even stilstaan bij de, dansfilmvoorstellingen. Er zijn ook films over dans. Ja, er is een Cinedans. Dat is een groot onderdeel van jullie dans waar dansfilms plaatsvinden. Of worden getoond. Dat is dit jaar in Rialto in een aantal zalen. En dat is een enorm uitgebreid programma wat ook op een tamelijk hoog niveau staat. Oké, en welke films krijgen we daar te zien? Je krijgt films van allerlei, het zijn er te veel te filmen op te noemen. Nou, dan moeten de mensen maar gaan kijken op de website. Luc van Eyck, bedankt. Graag gedaan. En heel veel succes. Het festival gaat beginnen op? 3 juli. En loopt nog tot? 14 juli. Oké, succes. Dankjewel.